Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Lief oud Luxor, van harte gefeliciteerd met je 100-jarige verjaardag. Je bent nog een jonkie, dus ik zou zeggen op naar de volgende 100 jaar, dan ben ik er weer bij. Het zijn krappe stoelen. En als je vooraan zit, ja, dan zit je ook echt boven op de artiest. Maar het is een van de meest bijzondere theaters van ons land. Het Luxor. En ze bestaan 100 jaar. Vanavond, vrijdag, wordt dat gevierd met een verjaardagsvoorstelling. Paul de Leeuw in de hoofdrol en diverse andere artiesten. En het was feest. En ook namens RTV Rijnmond, Luxor, van harte gefeliciteerd. Dit is een van de meest bijzondere theaters. Dat hoor je ook iedereen zeggen, ook collega's. Dat het gewoon, je zit op de lach, je zit op het publiek. Als je spuugt, dan kunnen ze het bij wijze van ontvangen. Maar als zij spugen, kun je het ook ontvangen. Maar het is gewoon één, als het goed gaat en je voorstelling is goed, dan heb je een kolkende, warme bak. Ja. Ze is lief. Ze is knap. Ook al zitten de stoelen wat knap. Gefeliciteerd, Luxor. En nog vele, vele jaren. In oud Luxor en in nieuw Luxor. Ja, er is geen zaal die zo hard lacht als het Luxor. En het komt echt als een soort nou ja, tsunami komt het over je heen. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat het Rotterdamse publiek no-nonsense is. Als het doek dicht is, dan is het geluid eigenlijk hetzelfde als dat het open is. Want ze hebben er zoveel zin in. Je hoort ze al praten en roepen en doen. Ja, dat was gewoon... Volgens mij hebben we 14 keer gespeeld. 14 keer uitverkocht, nou ja. Er is niks zo mooi als een uitverkocht Luxor. Dat is echt geweldig. Het is een heel bijzonder theater. Het is haast een beetje krakkemikkig. Het is al een eeuw oud. Bovenop het publiek tussen een zaal die steil omhoog gaat. Wat zegt u ervan? Nog een eeuw erbij, 100 jaar? Nou, dat lijkt me wel. Ja? Ik denk dat er echt kamervragen gesteld kan worden als dit theater ooit dicht gaat. We houden het zo open.